Hey, hallo. En wat leuk dat je luistert naar de meest optimistische podcast ter wereld, De Lange Lont. Vandaag gaan we testen of de gast bij Milo in de studio een lang lontje heeft. En de gast is... Frank Veldhof. Ja, dat is, en daar zijn we weer. Het is weer een woensdag en dan reizen wij weer af naar tegenwoordig hetende Dijk en Waard. Want daar is de studio van de podcast. Ja, en Frank, wat leuk dat je er bent. Want wij kennen elkaar al wat jaren. Mijn luisteraars niet, dus laten we even beginnen bij het begin. Waar komt Frank Veldhof vandaan? Nou, ik ben geboren in Leeuwarden, Milo. Dus het mooie noorden van het land. Daar heb ik vrij kort gewoond. Ja. En daarna zijn we via Haarlem verhuisd naar Hoofddorp. En daar woon ik inmiddels zo'n... Nou, wat is het inmiddels? 46 jaar. Daar woon je met jouw vrouw? Ja. En jou? En mijn lieve dochter. En je lieve dochter. Ja. En het aardige van het verhaal is... dat is wel het mooie van deze podcast en de spontaniteit ook. Luisteraars, wij hebben een prijsvraag uitgezet. Mocht u tijdens deze podcast een klein geluidje horen... dan kunt u in ieder geval via de mail of gewoon bellen naar Middelberlijn... en dan krijgt u een mooie prijs. Mocht u een geluid... U moet wel heel even aangeven wat voor soort geluidje dat dan was. Nogmaals, en wees heel erg oplettend. Het kan nog komen... Of het is al geweest, alles wat daartussen ligt. Nogmaals, het is aan u. We gaan door. Dochter, hoe oud? 13. 13 en Vee, hè? Vee heet ze, ja. Ja, fanatiek danseres, begreep ik. Zeker, ze danste bij Marcelle van Altena in Hoofddorp. Ja. En ja, dat doet ze hartstikke goed. Ja, hartstikke goed. Even, ze doet het ook internationaal, begreep ik. En ze wint prijzen. Ja, ze gaan in oktober gaan ze weer naar de wereldkampioenschappen in Oostenrijk. En dat doet ze dan met de Formation. Dat is een grote dansgroep. En ze danst ook in een wat kleinere groep. En ja, voor de rest, ze is heel veel bezig met tegenwoordig met TikTok. Hè? Dus korte filmpjes en wie niet? Gekke dingen doen. Ja. Dus, dat is hartstikke leuk. Hey, en studie, Frank? Wat voor studie heb je gedaan? Ik heb de hotelschool gedaan, de middelbare hotelschool. Ja. En ik heb daarna nog wat verbreding gezocht bij bedrijfskunde en HBO en projectmanagement. En toen het bedrijfsleven ingegaan? Zeker. Als? Als afwasser. Als afwasser begonnen en toen? Als afwasser begonnen op mijn 14e en eigenlijk op die manier ook de wereld van de horeca ingerold. Ja. En daarna heb ik eigenlijk van alles gedaan. Na de hotelschool ben ik eerst bij de ABN AMRO Bank gaan werken. De eigen restauratieve dienst. Ja? En vervolgens een paar jaar als consultant gewerkt. Bij het bedrijfschap horeca gewerkt. De Universiteit van Leiden nog een tijdje geweest. En toen ben ik uiteindelijk bij Hutte terechtgekomen. In mijn laatste job in loondienst. En dan vergeet je natuurlijk nog wel één belangrijke. Want... Een van de dingen die jij echt geweldig kan met een aantal mensen om jou heen... is dat jij bijvoorbeeld cateringbedrijf van organisaties probeert te privatiseren. Want dat deed je bij ABN AMRO ook. Ja. Dat is eigen label geworden. Ja, dat klopt. Wat was de naam nou ook weer van? Discovery. Discovery Catering. Ja, wat goed zeg. En datzelfde ding, dat deed je uiteindelijk in dit geval bij Defensie, toch? Ja, of niet? Ja, we zijn ook met Paresto van Defensie zijn we ook aan de slag gegaan destijds. Dat was eigenlijk een grote organisatie op 140 Defensie-onderdelen. Ja. En die waren allemaal decentraal georganiseerd. En daar hebben we uiteindelijk een centrale organisatie van gemaakt. Niet zozeer omdat we dat nou... per se geloven, maar er was toen een nadrukkelijke wens om die catering ook uit te gaan besteden. Dames en heren, dit is ronde nummer 2. We hebben 2 geluidjes. Want nogmaals, laten we eerlijk zijn, we doen nooit iets 1 keer, we doen 2 geluidjes. Mocht u 2 geluidjes hebben gehoord, mail even naar milo@trainmark.nl of bel mij 0653750890 en laat weten welke geluidjes dat waren en dan kunt u echt... prachtige mooie prijzen kunt u zien. Zeker. Check nu overigens wel of mijn eigen telefoon wel uitstaat. Ja, weet je, Milo, ik zet hem net mooi uit, maar tegenwoordig gaat mijn horloge ook piepen. Tuurlijk, weet je, even laten we eerlijk zijn. Je pols, je enkel, het piept allemaal. Het is, het is eigenlijk mijn eetwekker, hè? Zo is het. Ik heb een beetje eten nodig. Ja, behalve als je net zoals Richard gewoon alleen maar eet tussen 6 en 7, dat kan je dan zelf wel ophouden. Heel overzichtelijk, denk dat ik er ook mee ga beginnen. Ja. Hey, maar je hebt uiteindelijk Paresto gedaan, toen vervolgens bij Hutte. En nu? Ja. Wat doe je nu? Ja, ik ben voor mezelf begonnen vorig jaar. Ja. Ja. Ja, dat was eigenlijk wel een lang gekoesterde wens. Ja. Als je dan vraagt, ja, waarom dan? Ja, ik had gewoon bij Hutte het idee van... we waren daar gewoon met hele mooie dingen bezig. Maar ik had heel erg de behoefte om de dingen die ik daar ook mee had gemaakt... en de dingen die ik de afgelopen jaren mee heb gemaakt... om daar ook gewoon andere organisaties mee te gaan helpen. Ja. En...
Ja, en dan wil je dat ook gewoon proberen, zeg maar. In ieder geval vanuit een eigen bedrijf, waarin je gewoon de vrijheid en de ruimte hebt om je eigen dingen te kunnen doen. Maar ook om samen te kunnen werken gewoon met mensen die ik op dat moment gewoon leuk vind. Of waar ik gewoon goede energie van krijg. Ja. En met een geweldige naam ook, hè, dat bedrijf. Ja, daar hebben wij samen nog eens een keer over zitten filosoferen. Hè? Frank en Gastvrij. Dus. Frank en Gastvrij. Ja, nogmaals, kijk, ik ben dol op dat soort namen. Omdat je niet... Ik bedoel, kijk je wel eens naar RTL Boulevard toevallig geweest? Nee, ik kijk om één reden naar Boulevard vanwege die tekstjes die dan altijd onderop staan. Daar maken ze altijd hele leuke dingetjes van. Oh, okay. Dus Frank en Gastvrij vind ik ook geweldig. Nou, dat was leuk. En jij noemde dat een keer in de gekkigheid toen we in Amsterdam samen zaten te eten. Oh ja. En toen had ik zoiets van, hey, dat is eigenlijk wel onwijs leuk. Want het dekt gewoon ook wel, de lading. En nou, het is voor nu is dat ook gewoon hoe ik me wel voel. Ja. Gaaf. Ja. Hey, de podcast heet Lange Lont. Ben jij een lange lont? Soms wel, soms ook niet. En wanneer niet dan? Nou, als ik zelf een beetje de regie kwijt raak over de dingen die om me heen gebeuren, dan kan ik ook wel, kan ik ook wel een kort lontje hebben. Ja, en hoe uitzicht dat dan? Ja, ben ik wat gehaast, geïrriteerd. Ja. Dan merk je dat wel gewoon aan mijn stemming, zeg maar. Ja. Is dat thuis dan ook zo of alleen op werk bijvoorbeeld? Nee, heb ik thuis ook wel. En, ik denk op je werk heb je natuurlijk gewoon wat andere verhoudingen ook. Misschien dat je thuis nog wel iets eerder zelfs doet. Omdat je je daar ook wat vrijer nog voelt. Maar dat is denk ik ook heel menselijk. En dan raak je op dat moment geïrriteerd, maar hoe lang duurt dat dan? Nou, niet lang hoor. Ik ben het altijd wel heel snel weer kwijt. Ja. En het is ook, ik heb in de afgelopen jaren ook wel geleerd. Ik ben daar zelf ook wel, voor mezelf ook wel veel mee bezig geweest. Van, kijk, die irritatie die zit voor het grootste gedeelte gewoon toch in jezelf. Ja. En hoe jij als persoon omgaat met iets wat er gebeurt. Zeker. Daarmee leer je dus ook een hoop over jezelf. En dat is goed. En ik vind, je moet er niet te lang in blijven hangen. En dan moet je ook, sorry kunnen zeggen als het onterecht is. En daar heb ik ook allemaal geen moeite mee. Maar je bent daar wel mee aan het werk gegaan omdat het je in de weg zat op een gegeven moment. Of omdat anderen vonden dat... Nou, een combinatie van. Dus ik denk dat iedereen in het leven gewoon dingen meemaakt. Waardoor je denkt van, je krijgt feedback van mensen. En dan kun je je afvragen, doe ik er wat mee? Ja. Of doe ik er niks mee? En in mijn geval had ik wel de behoefte om daar wat mee te doen. Ja. Nou, en dat... dat vind ik ook. Dat voelt bij mij heel goed. Maar als je dan, je hebt dan die korte lont, hè, maar dat is erg niet. Maar waar wordt jouw lont echt ongelooflijk lang van? Nou, ik krijg heel veel energie als ik gewoon mensen kan. Als ik mensen kan helpen, als ik iets voor anderen ook kan doen. Ja. Ik krijg een hele lange lont van mijn werk. Dat vind ik, dat vind ik ook echt leuk om te doen. Ik vind het leuk om met complexe dingen om te gaan. Om daar ook de eenvoud in op te zoeken. Ja. Organisaties te helpen met het verbeteren van bedrijfsvoering. Ja. Of organisaties helpen om hospitality op een strategisch niveau te organiseren. Dat vind ik heel mooi. En mensen... Dat spectrum is enorm breed. Want je houdt je bezig op dit moment met hospitality in het onderwijs. Maar je bent ook bezig met stichtingachtige hotel, hè, zonder namen te noemen. Wat overigens wel mag. Maar dat laat ik dan even aan jou. Het is ongelooflijk breed. Ja, dat is het ook wel. Dat is denk ik wel de zoektocht die je in het begin hebt als ondernemer. Ik denk dat jij dat zelf ook wel herkent als je in het begin start. Het is ook lastig om te bepalen van wat vind ik nou echt leuk om te doen. Ja. Waar krijg ik nou alle energie van? Nou, en dat is nu een ontdekkingstocht. Uiteindelijk, ik wil organisaties en ik wil Nederland helpen om hospitality op een strategisch niveau gewoon op de kaart te krijgen. Ja. Daarom zit ik ook richting dat onderwijs. Probeer ik na te denken over de toekomst van hospitality in Nederland. Omdat ik gewoon echt geloof dat hospitality een verbindende schakel vormt tussen mensen en organisaties en mensen in de maatschappij. En weet je, aan de andere kant, ik heb ook wel gewoon heel veel ervaring om organisaties te helpen met allerlei lastige bedrijfskundige vraagstukken. En ik vind die combinatie ook wel mooi. Als je het me diep in mijn hart kijkt, zou ik zeggen, dan wil ik uiteindelijk van die hele hospitality propositie wel, daar wil ik wel echt mijn bedrijf omheen gaan. Maar er zit volgens mij nog veel rodere raad in dat je gewoon zegt van luister, wat ik ook doe, hè, welke keuze ik maak, ik moet er altijd energie van krijgen. Dat sowieso. Maar dat is wel, dat zeg je wel terecht. Dat heb ik ook in mijn werk altijd gehad. Op het moment dat dat stopt, dan,
Ja, dan is het gewoon ook, ja. Voor mij is het dan ook gewoon wel klaar. En ook een signaal om te zeggen van, ik moet gewoon iets anders gaan doen. Maar jij durft ook nee te zeggen tegen een organisatie die zegt van, komt hier naartoe. Waar je gelijk in het eerste gesprek van voelt van, nou, weet je, dit is geen goede energie. Ik vind dat, persoonlijk heb ik daar wel moeite mee. Okay. Ik ben niet zo'n nee-zegger. Nee. En dat zit je misschien zelf ook wel eens in de weg. Dat je toch aan iets begint dat je denkt, had ik het nou wel moeten doen? Ja. Maar ja, goed. Ja, weet je, aan de andere kant, ik denk ook dat je leert gewoon van ervaringen. Ik denk niet dat je dat zo heel zwart-wit hoeft te bekijken. Maar je moet wel gelet, zeg maar, ja, als je als ondernemer werkt. En zeker als je alleen werkt. Je hebt een x aantal uren. Die moet je wel gewoon heel goed besteden. En vooral ook aan dingen die gewoon heel leuk zijn om te doen. Want anders. Ja, daarvoor treffen wij elkaar regelmatig. Dat is dan wel weer een voordeel, toch? Zo is het. Ja, ja, dat is, af en toe moet er ook gelachen worden in het leven. Ja, ik bedoel, het moet niet allemaal even serieus zijn. Want anders hebben we een groot probleem met elkaar. Dat is ook zo. Hey, even naast je werk. Waar word je blij van? Want je bent ook een fanatiek sporter. Ja, ik heb heel veel gebootcampt de afgelopen jaren. Ja. Wat gesquashed en ik doe veel fitness. Maar toch een beetje door wat lichamelijk ongemak. Ja. De laatste 2 jaar gewoon meer aan het fitnessen, zeg maar. Ja. En dat doe ik best veel. Om gewoon ook lekker gezond te blijven. Padel je wel eens? Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Ja. Zo, ik heb dat van de week gedaan. Dat is leuk, zeg. Ik denk al, wat loop je moeilijk. Maar het is echt een hele leuke sport. Ja, dat is een hele leuke sport. Alleen als je gesquashed hebt en je hebt het gehonkbald, dan heb je natuurlijk ook zo'n, heb je toch een wat langere knuppel. Ja. Dus ik sla ook geregeld mis, omdat ik gewoon beleving is dat racket gewoon net even iets langer. Ja, gewoon uitgelegd. Ik ben me gewoon motorisch gestoord en dat lukt me niet. Nee, precies. Nou, op zich wel goed. Hè. Ik heb ook al altijd het materiaal op zijn kop gegeven als ik zelf niet functioneerde. Ja, op zich prima concept. Hey, dus je sport heel fanatiek, maar je bent volgens mij, je kan ook enorm genieten van je vakantie. Ja, ik ben wel. Ik ben van mezelf best heel druk. Ik heb ook veel energie, ook een hoge drive. Maar ik kan ook gewoon heel goed gewoon niks doen. Ja. Maar kost het je dan de eerste dag ook gewoon, moet je dan ook echt afwinden? Of is het gelijk plat en gaan en je zit gelijk in de modus van uitrusten? Nee, dat lukt me altijd wel van tevoren. Ja. Ik ben ook nooit tot het allerlaatste moment alleen maar druk om mijn werk af te ronden. Dat probeer ik wel echt in de loop naar de vakantie toe. Probeer ik dat gewoon beter te organiseren. Maar doe je dan in je vakantie ook nog wat? Of ben jij wel het type wat vervolgens de telefoon opzij kan leggen? En... Weet je, ik heb eigenlijk de goede modus daarin nog nooit echt gevonden. Nee. Dus ik heb heel veel, als ik het hoor, heb ik heel veel respect voor mensen die zeggen van, nou, ik kan gewoon 3 weken alles uitzetten en dan volg ik helemaal niks. En dan komen ze terug met de mailbox, dat je wel eens hoort van, nou, ik had 600 berichten ongelezen in mijn mailbox. Ja, ja daar word ik in ieder geval, daar word ik zelf niet heel rustig van. Nee. Dus ik vind het ook niet zo erg om 's morgens op vakantie gewoon even te checken of er iets aan de hand is. En ik vind het ook wel heerlijk als ik gewoon, als ik overdag aan het uitrusten ben, dan denk je over heel veel dingen gewoon ook na. En in een andere omgeving. Dus dat het is gewoon inmiddels, is dat hele leven, weet je, dat is zo opgebouwd dat je dingen door elkaar doet en dat je daar eigenlijk geen... Ja, en dat verandert eigenlijk niet als je... Ja, dat was in mijn rol bij Hutten was dat zo. En dat verandert nu als ondernemer ook niet. Dat is, je staat eigenlijk wel altijd aan, maar ik sta niet aan met dingen waar ik... waar ik heel onrustig van word. Dus dat is ook prima. Het is gewoon een onderdeel van het van de dag, zeg maar. Wat zou je nog het liefst willen doen in je leven? Wat is jouw droom? Ja, ik vind eigenlijk de droom die ik nu aan het najagen ben om hospitality echt een betere plek te geven in de toekomst van de BV Nederland. Dat vind ik, daar zou ik heel graag een bijdrage aan leveren. Ja. En dat, want dat verdient gewoon de maatschappij. En als ik gewoon kijk naar hoe wij in een aantal topsectoren op dit moment. Ja, eigenlijk hospitality helemaal niet noemen. Terwijl als je puur sec naar die hele sector kijkt, hè, die vertegenwoordigt toch een waarde van zo'n 81 miljard. Ja. En ik vind dat die gewoon onderbelicht wordt. En dan blijven we heel snel hangen in van het is in Nederland, we zijn niet zo gastvrij. Maar voor mij gaat gastvrijheid ook veel verder dan alleen maar die dat horecabedrijf, dat toeristische bedrijf of die leisure organisatie. Weet je, eigenlijk is iedereen, zolang je gewoon gasten ontvangt of mensen ontvangt, met mensen omgaat, dan kun je elementen van hospitality gebruiken. En dat kan ook in heel veel maatschappelijke
ja, contexten, naar mijn idee. Ja. Dus, ja. Maken we dat allemaal gewoon, weet je, dat is ook wel aardig. Ik was gisteren zelf op mijn school, moest een presentatie geven. Maken we het allemaal niet veel te groot? Ik bedoel, volgens mij, weet je, even woorden als hospitality en al dat soort zaken. Ik begrijp dat we het een naam moeten geven. Maar tegelijkertijd denk ik dan bij mezelf, ja, ouders, kom op, weet je wel. Ik bedoel, je leert je kinderen gewoon keurig netjes bij de slager dankjewel zeggen. En als ze dat doen, geef je ze een compliment. Als Zeker. Ze iets doen wat niet klopt, dan zeg je niet doen. Ik bedoel, en ik heb het gevoel dat dat een beetje aan het verdwijnen is. Weet je wel? Gewoon het contact maken met elkaar. Nou ja, dat, weet je, en dat is natuurlijk ook wel het mooie van jouw podcast, De Lange Lont. Er zijn gewoon heel veel korte lontjes in Nederland. En, ja. En we vergeten gewoon eigenlijk een aantal basis. Ja, hospitaal zou je kunnen zien als een soort van maatschappelijke. Ja. Het is een soort maatschappijleer, zeg maar. Ja. Ja. Hoe ga je met elkaar om? Ja. En dat kan denk ik, ja, dan hoef je allemaal niet hospitality te noemen, hoef je ook niet heel ingewikkeld over te doen. Nee. Maar ik denk wel dat je, kijk, als je dat goed wil beoefenen, ja, dan moet je er wel keuzes in maken, zeg maar. En dan moet je wel zorgen dat dat ook gedragen wordt. Ik geef je gelijk, hè, want heel eerlijk, op het moment dat je praat over 81 miljard euro, ik bedoel, de boeren die nu redelijk bezig zijn om hun gelijk te proberen te krijgen. En daar zit een goed recht in, hè, dus daar zit geen veroordeling in. Maar laten we eerlijk zijn, die doen een omzet van 65 miljard. En die hebben twee eigen ministers. Nou ja, dus... Ik bedoel, de hele hospitality sector heeft dat niet. Nee, de minister van Gastvrijheid is er helaas nee, niet. Nee, dat zou wel mooi zijn. Maar goed, het mag inderdaad wel iets meer dan die twee beleidsmedewerkers die er nu mee bezig zijn, zeg maar. Ja. Maar het gaat ook eigenlijk om het hele... Het is gewoon enorm versnipperd ook in Nederland. Kijk, hospitality is iets wat... Dat gaat niet over één branche. Dat is eigenlijk een mindset... He, jij, ja. Dat doe jij natuurlijk ook, hè? In de zorg, in de retail, in het bedrijfsleven, de dienstverlening. Ja, elementen van hospitality komen allemaal terug. En ik vind dat organisaties gewoon wel, als je merkwaarde wilt onderscheiden door vanuit een hospitality mindset te gaan werken, dan vraagt dat wel om een bepaalde strategische richting vanuit de organisatie. En daar wil ik heel graag aan bijdragen. Ja. En dat is wat anders dan bijvoorbeeld wat jij doet, ook met hele toffe theatershows of trainingen. Ja. Of, nou ja, daar vinden wij elkaar natuurlijk ook... 100% vanwege het feit dat je het wel leuk moet maken. Hè. Dat is natuurlijk ook wel tragisch dat op het moment dat het gaat over gastvrijheid, hospitality, het gaat sowieso over gedrag en houding, dan zet het 80% van de medewerkers in dit land natuurlijk een hak in het zand van ja, maar dat doe ik dat niet goed dan. Terwijl als we een theoretische les geven over... weet ik veel, een nieuw onderwijsmodel of iets anders, dan komen ze met alle liefde naar die workshop toe. Ja, precies. Weet je, ik bedoel dus met andere woorden, ik geef je wel 100% gelijk. Nou ja, kijk, ik denk ook als je kijkt naar een nieuw onderwijsmodel, hè, dan begint het bijvoorbeeld ook bij je te verdiepen gewoon in voor wie doe je dat dan? Ja. En wat heeft diegene nou van me nodig? Ja. En hoe kan ik nou voor die ander van betekenis zijn? Maar nou staat dat allemaal keurig netjes als je dus alle kernwaarden leest op scholen. Weet je, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Als je puur het staat er allemaal in. Het staat er allemaal. We moeten naar ze luisteren. We moeten sociale waardering geven. Ik bedoel, klaar. Maar hoe kan het dan zo zijn dat operationeel gewoon niet van de grond komt? Want dat is een heel interessant vraagstuk. Nou ja, ik denk dat het heeft gewoon te maken ook dat je gewoon dat er gewoon heel veel specialisten aan het werk zijn in of dat nou een ziekenhuis is of in het onderwijs een docent of iemand die echt gewoon vanuit zijn vakgebied probeert om al zijn kennis en kunde gewoon over te brengen of in te zetten. Ja. En als je te veel specialist bent, dan verlies je gewoon denk ik ook wat andere elementen gewoon uit het oog. Ja. En dat is ook, ook, dus dat vraagt ook feitelijk om gewoon een cultuurverandering in een organisatie. Ja. Dus het is niet even zet een groep collega's in een klaslokaal of bij elkaar in een vergaderzaal. En vertel ze een uurtje hoe het werkt met gedag zeggen. Nee. En dan komt het allemaal wel weer goed. Duurt officieel 40 dagen, hè, voordat er überhaupt wat beweging te vinden is. Hè? Ja, dat is wetenschappelijk 40 dagen voordat iemand mogelijk ander gedrag gaat vertonen. Precies, dat is... mogelijk. Ik ben 27 jaar getrouwd. En heel eerlijk. Ja, Suus... daar is nog weinig veranderd. Weet je, even... Ja. Ja. Je bent nog steeds niet veranderd dus. Nee, ik ben nog steeds niet veranderd. Nee, zo kan je het ook uitleggen. Ja. Hey, luister, ga je nog op vakantie? Zeker. We gaan naartoe. We gaan naar Spanje. Maar niet naar Oostenrijk? Nee. Ja, dat moeten is, we dit even... Nee, ja, Oostenrijk vind ik meer een winter. Oké, maar niet even naar de dochter kijken? Nee, dat is pas in oktober. Ah, oké. Okay. Maar daar ga je wel naartoe? Nou ja, nee, daar gaat Masha met haar mee. Oké, okay, en dan nu Spanje, hoe lang? Twee weken zijn we daar en nog een paar dagen extra in En hoe ziet zo'n vakantie van Frank Veldhof er dan uit? Nou, we zijn dit jaar met 23 man.
Oh, oké. Vier gezinnen. Ja, om het vooral even wat rustiger te houden dit jaar. Dus we nemen de camping over en dan... hoe ziet dat eruit? Ja, ik hou heel erg van gewoon lekker ontspannen. Ik ben dol op strand. Lekker eten, drinken, lekker wandelen. Lekker van de zon genieten. Gewoon helemaal tot rust komen? Ja, lekker tot rust komen. Ja. En dan lezen, vervolgens half augustus... Weer vol in de bak met tal van mooie en gave opdrachten. Ja, dat is wel de bedoeling, Milo. Ja. En even, raar hè, maar hoe moeten mensen je dan... Ik bedoel, het altijd een rare vraag, omdat je dat natuurlijk nooit wil. Ook niet in het daglicht. Hè, ik bedoel, je moet nog heel lang leven. Maar hoe moeten mensen jou onthouden dan? Hè? De ambitie die je hebt om de BV Nederland te helpen bij hospitality. Wat staat er op jouw steen? Ja, jeetje. Nou, dat vind ik eigenlijk nog wel te vroeg om daar nu al een antwoord op te geven. Ik weet het wel, hè. Ik weet het. Want volgens mij is het heel simpel. Frank, Veldhof en Gastrij. Ja, Frank en Gastrij was hier of zo. Dat is zoiets. Want uiteindelijk zullen mensen je dan herinneren dat je daar een tobeloze inzet voor hebt gedaan. Nee, dat klopt ook wel. Dat is ook heel mooi. Ja. Maar goed, dat is ook iets waar ik eigenlijk de laatste jaren ook met name gewoon over nadenk. Van hoe maak je nou ook dingen gewoon anders? Hoe kan ik nou ook mijn kennis gewoon inzetten om andere ondernemers te helpen? Of om de maatschappij een beetje te ondersteunen? Ja. Ja, dat zijn wel dingen die gewoon steeds belangrijker worden in hoe je in het leven staat. Ja. En alleen daar moet je ook wel wat tijd en ruimte voor krijgen. Ja, en die verantwoordelijkheid moet je ook gaan voelen. Precies. Dat belangrijk is. Ja, dat is het ook echt. Want je kan natuurlijk vanuit het commercieel belang altijd alles voor centen doen. Maar op het moment dat je uiteindelijk iets hebt zoals je dat nu hebt bepaald voor jezelf, zit daar ook natuurlijk een soort van idealistisch gedachtegoed achter. Ja, dat klopt. En dat probeer je ook wel. Dat zit tweeledig. Dus dat is aan de kant van hospitality. He, als er horeca of hospitality ondernemers zijn die zeggen ik heb hulp nodig of 10 keer willen klanken of sparren. Ja dat doe je eigenlijk vrij regelmatig. Even laat ik dat laatste even goed uitleggen. Want we hebben hier een paar maanden geleden, dat weet jij niet, maar hebben we ook Tom Osjanski gehad. Die zei hetzelfde, dan kunnen we klanken. Maar dat was een andere perceptie, want dat waren koperen bakken waar je dan dat klank... schaaltherapie. Oh ja. Maar daar moet je Frank en Gastrij niet voor bellen. Niet voor bellen. Nee. Weet je, ik bedoel, even dames en heren. Het kan wel heel leuk worden, hoor. Het kan heel gezellig worden, maar of dat enige vorm van een bijdrage leeft aan je eigen gevoel, ik geloof niet dat dat het geval zou zijn. Nee, overigens ook niet als ik het zou doen. Nou, steel drums laat ik een ander over. Dat is op zich wel goed. Hey, wat is jouw levensmotto? Ja, wat is mijn levensmotto? Ja, ik denk toch wel, dat zit hem toch wel in. Het leven bestaat gewoon uit kleine geschenkjes. En die moet je zelf uitpakken. Het is wel, het is misschien een beetje te veel. Het is te veel om op een tegeltje misschien te zetten. Ja, maar dan kunnen we doorschrijven aan de zijkant. Hè? Of aan de achterkant. Nee, maar het is wel, ik denk uiteindelijk gelukkig zijn, dat begint echt bij jezelf. Ja. Yeah. En gastvrijheid gaat over geluk. En gastvrijheid en hospitality zijn een belangrijke motor voor onze diensteneconomie. Ja. En daar wil ik gewoon heel graag een bijdrage aan leveren. Gewoon het geluk en de betekenis voor een ander. Wie is voor jou een hele lange lont? Iemand die altijd optimistisch is, die altijd vrolijk is. Ja, ik heb er wel een. Ik heb er wel een paar meegemaakt die ook misschien wel hun. Die ook wel hun mindere dagen hadden. Maar. Bartel Gelijns is iemand die voor mij altijd heel positief was. Ik werk nu ook veel met Matthijs Bobeldijk samen, de maker van de Purpose Case. Prachtig boek geschreven, Impact. Ja. Ja, dat is ook iemand die altijd gewoon heel positief in het leven staat. En dingen altijd vanuit een positieve kant bekijkt. Ja. En dat is mooi. Nou, gaaf. Ja. Ik weet niet of je dat weet, maar wij nodigen in dit geval vaak mensen uit die... Die we zijn aangedragen door anderen, om het zo maar te zeggen. Dus we gaan eens even kijken of we deze twee deze richting op kunnen halen. Hartstikke bedankt. Ja, zeker. Ik hoop dat Dijk en Waard in ieder geval zo'n indruk heeft gemaakt op je. Dat je de volgende keer weer komt. Het is een prachtige studio. Het voordeel is, mocht je er over 3 maanden zijn, dan herken je in ieder geval Richard helemaal niet meer terug. Want luisteraars, er is iets moois aan de hand. Richard heeft... Intermediated, dat woord. Eet alleen nog maar tussen 6 en 7. En ik kan niet anders zeggen dat er inmiddels een bijna slanke Den naast ontstaat. Dus in die zin, kom vooral langs om dat resultaat in ieder geval te aanschouwen. Dat doe ik zo.
Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer, waarin we weer een lontje testen. Hoe lang is jouw lontje eigenlijk? Tot snel! De Lange Lont is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en Tremark.